We moeten ons allemaal aan wetten en regels houden. Ook de koninklijke familie. Maar achter de schermen krijgt Willem-Alexander wel degelijk een voorkeursbehandeling. Ik heb geen antwoord op jouw vraag. Nee, maar jij bent van de Rijksvoorlichtingsdienst, dus ik wil graag van jou voorlichting hebben. Ik heb geen antwoord, ja, maar ik heb die informatie niet voor jou. Wie controleert de koning? En waarom is er zoveel mis rond zijn geld en bezittingen? Zembla onderzoekt de koninklijke constructies. In 2019 interviewt Zembla de steenrijke kunstverzamelaar John Ventener van Vlissingen. Hij heeft een unieke verzameling Utrechtse prenten en tekeningen gekocht van de Oranjes. Het gaat om de zogeheten Atlas Munnix van Kleef. Een beetje een ordinaire vraag. Hoeveel heeft u ervoor moeten betalen? Kan ik me niet meer herinneren. Nee. De deal is omstreden, want de Atlas is belangrijk cultureel erfgoed. De verkoop is bovendien lang stilgehouden. Waarom hebben de Oranjes de Atlas niet verkocht aan bijvoorbeeld een culturele instelling? Wist u dat de familie hem wilde verkopen? Nee, ik heb wel eens een keer geïnformeerd van God, als het ooit zover is, waarschuw me dan. Maar dat bleek te laat, dat is niet gebeurd. Na de uitzending vragen Kamerleden van GroenLinks, SP en D66 premier Rutte om opheldering. Hij stuurt als reactie een lange brief naar de Kamer. Tussen de partijen, los van de vraag of en zo ja, op welke wijze deze dan zijn vastgelegd. De tekst is nogal cryptisch en ingewikkeld. Ik snap deze zin niet. Ja, deze zin. En dat is misschien wel onderdeel van de bedoeling. Kamerleden vrezen dat topstukken uit deze unieke Utrechtse verzameling worden doorverkocht aan het buitenland. In zijn Kamerbrief stelt premier Rutte dat Utrechtse musea geen geld hadden om de atlas te kopen. Stel, u was benaderd door de koninklijke familie of door de hofhouding. Hadden jullie dan gekeken of er voldoende geld beschikbaar was? Ja. En dan waren we gaan kijken of wij eventueel samen met andere partners middelen konden verwerven voor de aankoop. Omdat dit echt een atlas is die thuis hoort in Utrecht. Bij veel van die beantwoording komt het er eigenlijk altijd op neer. Daar kunnen we geen duidelijkheid over geven. Of dat is een privé aangelegenheid of we zijn u niet verplicht daar iets over te vertellen. Waarom zou Rutte zich moeten verantwoorden voor de kunst van de koning? Dit heeft alles te maken met de Wet tot Behoud van Cultuurbezit. De WBC. Op die WBC-lijst staan objecten die voor Nederland van grote culturele waarde zijn. De wet verbiedt dat die werken ongezien het land uitgaan. Dit is hem. Hier staan al die voorwerpen stuk genoemd. Voor stuk, met een nummertje. Allemaal geanonimiseerd om te voorkomen dat het kan worden herleid tot een individuele eigenaar. Dus ik kan niet zien of hier kunstvoorwerpen van de koning staan. Dat klopt. Vlak voor haar dood laat prinses Christina, de zus van Beatrix, een Rubens-tekening veilen in New York. Het kunstwerk verdwijnt voor 7 miljoen dollar naar het buitenland. Dat vind ik echt verschrikkelijk, want dat is een schitterende tekening. Die had beschermd moeten zijn. Ja, zeker. Christina's moeder, de toenmalige koningin Juliana, riep begin jaren 70 de Stichting Historische Verzamelingen Huis Oranje-Nassau in het leven. Dat was juist bedoeld om alle bezittingen bij elkaar te houden. Er is dus gedacht, ja, die kunst van de koning, dat zit in een stichting, daar zit het veilig. Ja, dat is een grote misvatting. Het zit alleen maar in een stichting om te voorkomen dat je er successierechten op betaalt. Maar het bestuur van de stichting kan doen met die werken wat ze wil. Het is onbekend hoeveel kunst de koninklijke familie precies heeft. Wij willen weten welke belangrijke stukken zijn ondergebracht in de Stichting Historische Verzamelingen. In het huidige bestuur zitten koningin Maxima, museumdirecteur Peter Schoon en Fred de Graaf, oud-burgemeester van Apeldoorn. Deze drie bestuursdelen bepalen samen wat er met de kunstvoorwerpen gebeurt. Wij willen graag de voorzitter van de stichting spreken, koningin Maxima. Dan moet je dat verzoek op mail doen, maar de achterkant is vrij klein dat ze daarop ingaat. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst kunnen de Oranjes niet zomaar belangrijke kunstvoorwerpen uit de stichting halen om ze te verkopen. Als spullen in de stichtingen zitten, kunnen ze niet worden vervreemd. Ja, klopt. Maar dat, ja. Hoezo klopt dat? Nou, dat is zoals die stichtingen werken. Hier staat. Maar heeft de woordvoerder daarin gelijk? Ja, met eenparigheid van stemmen moet beslist worden over het besluit tot vervreemding van in aan de stichting toebehorende zaak. Met eenparigheid van stemmen? Ja, eenparig. Dat zijn dus alle drie de bestuursleden. Dus als die met z'n drietjes tijdens de koffie zeggen, wij vinden het een goed besluit, dan mag er gewoon een object worden verkocht? Ja. Welkom bij het Dordrecht Museum. We zoeken contact met Peter Schoon. Hij zit namens het ministerie van OCW in het bestuur van de stichting.
hij is niet bereikbaar. Het andere bestuurslid, Fred de Graaf... Met de Graaf. ...is een vriend van de koninklijke familie. Wil hij vertellen hoe vaak er belangrijke kunstwerken in stilte zijn verkocht? Ik moet je teleurstellen, ja. Ik zal niet mee. D66 pleit voor een onafhankelijk onderzoek naar de kunst in de koninklijke paleizen. Wie moet het onderzoek dan gaan doen? Dat zou een onafhankelijke commissie kunnen zijn die dat onderzoek gaat doen in samenspraak met het Koninklijk Huis. Volgens premier Rutte is er geen onduidelijkheid over de koninklijke kunst. De RVD laat weten dat de Rubens die Christina heeft verkocht altijd privébezit is geweest en niet in een stichting zat. Ons onderzoek gaat verder op de Veluwe. Begin vorige eeuw koopt koningin Wilhelmina Kronemijn het Loo aan als jachtgebied. De koninklijke jacht raakt in de jaren 90 steeds meer in opspraak. Maar er is niet alleen kritiek op de jacht. De vraag is namelijk ook, van wie is het kroondomein eigenlijk? Het bijzondere is dat het kroondomein was altijd eigendom van de koninklijke familie. Ja. Maar op enig moment, ik geloof 1958, heeft Wilhelmina gezegd... weet je wat, ik schenk het kroondomein aan de Nederlandse bevolking. Tijdens het jachtseizoen is ruim 7000 hectare voor het publiek verboden terrein. Op de website van het Koninklijk Huis staat dat dit nodig is voor het faunabeheer. Maar wat bedoelen ze daar precies mee? Waarom gaat 3/4 van het natuurgebied, dat van ons allemaal is, dicht? We gaan op zoek naar de rentmeester, Arno Willems. Hij is namens de familie verantwoordelijk voor het beheer van het natuurgebied. Arno Willems. Ja, meneer Willems, met Tom van der Ham van Zembla. U bent de rentmeester. Als u vragen heeft, wil ik die dan aan de RVD stellen? Ja. Nee, ik heb een concrete, praktische vraag. We zijn nu in het aardhuis. Volgens de rentmeester moeten we bij de Rijksvoorlichtingsdienst zijn. Die verwijst weer naar een document. Het faunabeheerplan van de rentmeester. En als we dat dan lezen, dan zien we dat dat kroondomein dicht gaat... 3 maanden per jaar voor de aantalsregulatie. Dat snappen wij niet goed. Dat het 3 maanden dicht is, dat is goed voor het faunabeheer. Klopt dat? Goed. Ja, want het is een heel stuk makkelijker jagen zonder recreanten. Sluiting is dus vooral handig, maar niet noodzakelijk. De rest van de Veluwe is allemaal opengesteld gebied en ja, daar vindt dat afschot ook plaats. Dus je kan wel degelijk jagen in een gebied waar ook toeristen kunnen komen? Ja, dat is in het grootste deel van de wereld zo. Ik jaag, ik sta erachter. Ik sta erachter de wijze waarop ik jaag en de wijze waarop op de kroondomeinen gejaagd wordt. De 8 ton subsidie die de koning elk jaar krijgt voor het kroondomein is bedoeld om het bos en de hei te behouden en te versterken. Iedere eigenaar van een stuk natuur kan bij de provincie zo'n subsidie aanvragen. In principe kan die subsidie alleen worden aangevraagd door een eigenaar. Maar de koning is geen eigenaar. Precies. De koning is geen eigenaar en dus verzin een list, heer Bommel. Omdat de koning geen eigenaar is, kan hij bij de provincie geen subsidie aanvragen. Het ministerie van NNV creëert daarom speciaal voor hem een aparte regeling, zodat hij toch het geld kan krijgen. Normaal gesproken krijg je alleen subsidie wanneer het natuurgebied minstens 358 dagen per jaar open is. De provincie Gelderland laat weten dat voor niemand een uitzondering is gemaakt. Maar voor de koning gelden blijkbaar andere regels. Men wil hem behandelen als iedere andere particulier. Dat zeggen ze? Dat zeggen ze. En vervolgens breken ze er op allerlei manieren dat af. Ja. Dat vind ik merkwaardig. Is hier sprake van een voorkeursbehandeling? Volgens de verklaring van het Koninklijk Huis krijgt de koning subsidie onder dezelfde voorwaarden als elke andere burger. Maar dat klopt dus niet. Wij worden dus feitelijk misleid hier door het Koninklijk Huis. Ja, sterker nog misleid, belazerd zou ik zeggen. Wij willen weten waarom er voor de koning een uitzondering wordt gemaakt en vragen het dossier op. Tot nu toe zijn de details nooit openbaar gemaakt. Ik heb ook gekeken naar een aantal uitzonderingen, maar daar kon ik niks vinden dat van toepassing is op Kronemeet Loo. Oh, dat gaan we dan. Dat heb ik hier niet paraat, maar dat neem aan dat we dat kunnen uitzoeken en anders laat ik u dat nog even toekomen. Ja. Die belofte is Rutte niet nagekomen. We leggen het voor aan een vooraanstaand jurist. Mag de overheid eigenlijk die informatie achterhouden van de wet? Nee, dat mag gewoon niet. Dat is onwettig?
Dat is op zich onwettig. Kan de minister toch even uitleggen waarom er hier niet meer details over gegeven worden? Nee, omdat het kan niet, omdat het gewoon privé is. Is daarmee de Kamer dan onvolledig geïnformeerd, zoals het dan heet? Ja, zeker als de Kamerleden ernaar gevraagd hebben. En je hebt die informatie niet gekregen, dan ben je onvolledig geïnformeerd. Dan komt vervolgens de vraag, kun je dan een privépersoon dwingen om wel het hele jaar open te zijn? Nou, dat kan niet. Het is geen privé kwestie. Het is... Ze krijgen subsidie. Ze zeggen dat het analoog is aan de subsidieregeling van de provincie Gelderland. Ja. Ze willen hem gelijk stellen met andere... Stegen zijn er druk, we stellen hem gelijk met andere particulieren. Alleen, dan komt puntje bij paaltje. Is het dan ook opengesteld, 358 dagen per jaar? Het antwoord is nee. Dat is de particuliere kwestie plotseling. Wat is hier dan in gewone mensentaal aan de hand? Ongestoord kunnen jagen. Daar gaat het om. Ja, denk ik wel. Dan krijgen we de zogeheten subsidiebeschikking in handen. En wat blijkt... In 2016 verlengt staatssecretaris Martijn van Dam de subsidie. Voor 5 jaar. Van Dam geeft het staatshoofd volledige ontheffing van de openstellingsverplichting. Volledige ontheffing? Ja. En je ziet ook nergens waarom die ontheffing er is gegeven. Nee. De koning krijgt voor 5 jaar ruim 4,7 miljoen euro subsidie. Zonder goede onderbouwing. Dus de motivatie is zwak? Nou, als in die is er niet. Wat zijn de argumenten van de koning? Die horen op het aanvraagformulier te staan. Maar dat krijgen we niet. Ook al vragen we daar herhaaldelijk om. Later meldt de RVD dat de subsidieaanvraag mondeling is toegelicht. Er zou geen formulier zijn. Maar in de beschikking staat dat er wel degelijk een aanvraag is. Die staat geregistreerd onder dit nummer. Dat betekent dat het document er is. De Rijksvoorlichtingsdienst geeft dat later ook toe aan Zembla. Ze voegt eraan toe dat deze niet wordt verstrekt zonder toestemming van de belanghebbende. De koning dus. Ja, er wordt balletje gespeeld. Hè? Je wordt van de kastje naar de muur gestuurd. Volgens het ministerie is de subsidieverlening onafhankelijk getoetst door onderzoeksinstituut Altera en de provincie Gelderland. We doen navraag. Altera zegt geen advies te hebben gegeven over de ontheffing voor de koning. En de provincie zegt, wij hebben geen rol gespeeld. Nee. Het kan niet alle twee waar zijn. Nee, jullie vragen iets uit en dat blijkt dan niet te kloppen. En dan word je weer naar een andere instantie verwezen. Dat blijkt dan weer niet te kloppen. En dan word je weer naar een andere instantie verwezen. Dus krijg je maar steeds niet te horen wat nou eigenlijk de gronden waren om het zo te doen zoals het is gebeurd. Wat is dat nou toch steeds, meneer De Haas, dat er zoveel schimmigheid rond die koning is? Ja. Ja, dat maar als u en ik in de nabijheid van de koning komen, dan verstarren wij kennelijk. En zo is het bij ambtenaren ook. En zo is het zelfs bij bewindslieden. Dan lijkt het net alsof iedereen niet meer durft te zeggen wat hij eerst van plan was. Majesteit, Ton van der Ham, Zembla. Bent u bereid meer openheid te geven over uw bezittingen? Majesteit? Heb je een plan?